Rodi van der Putten, had Willem van Zuilen gelijk dat jij de Powell van FC Lisse bent? Nou ja, ik denk dat Powell heeft het natuurlijk, die heeft er 19 gemaakt in een seizoen zelfs zonder na-competitie. Dus dat scheelt nog wel 5 goaltjes. Maar ja, het gaat de laatste tijd is het wel lekker gegaan. Veel goals gemaakt, dus ja, je kan de vergelijking, je kan hem opzoeken. Zeg jouw doelpunt dan van vandaag genoeg, dat je met zoveel vertrouwen gewoon een stiftje doet? Ja, ik zit gewoon de laatste tijd zit ik er lekker in. En ja, ik denk dat je dat aan die laatste goal inderdaad wel kon zien. Dat ik, ja, ik stift hem en hij gaat er lekker in. Dus ja, het spat er wel vanaf, denk ik. Neem ons eens mee naar het begin van die wedstrijd, want het is hier snikheet. Tom Zoontjes zei, de eerste half uur, er klopte helemaal niets van. Nee. Ja, je weet dat, zeg maar, het is en blijft een finale. En 9 van de 10 finales, dat ziet er niet uit. En ook bij ons niet. En ja, inderdaad, we stonden ook niet goed. Het was zoeken, het was heet, het veld is groot. Iedereen is een beetje, loopt op zijn tenen. Maar ja, uiteindelijk is het, maakt het allemaal niet uit. En ja, heerlijk dat je bent gepromoveerd. En nu? Nu natuurlijk een leuke terugreis, gaan we een feestje van maken. Mogen we even van nagenieten. Ja, wie zijn de gangmakers of ben jij dat wel? Nou ja, ik denk dat vanavond iedereen wel de gangmaker zal uithangen. Ik ga ook in ieder geval mijn best wel doen. Ik liep een paar weken geleden, volgens mij was dat na de derby tegen Rijnsburgse Boys, wat later weg. En toen zag ik jou op de banken staan in de kantine van Ter Spekke. Ja, dat kan wel kloppen. We hadden natuurlijk in zo'n derby waar veel spanning op staat. Als je die dan wint, dan hadden we met z'n allen wel een heel goed gevoel. En dat hebben we dus eventjes in de kantine gevierd. En dan ben ik daar ook wel bij. Wel gezellig. Blijf je 100% bij FC Lisse? Ik heb in principe heb een afspraak gemaakt om te blijven, maar... Ja, mocht er een interessante aanbieding komen van een betaald voetbalclub, dan dan sta ik daar wel voor open. De trainer heeft een bak water over zich heen krijgen. Veel plezier. Dankjewel.